Dit zijn, denk ik, de tofste Eeveelution kaarten die ik tot nu toe ooit heb gezien. Yo, Nintendo fans! Ik heb de komende tijd zoveel toffe nieuwe content voor jullie. Want ik heb al deze dozen besteld vol met Pokémon kaarten. Een Hoopa V-Box, Zamazenta Celebrations Box, Jolteon V-Max Premium Collectie en Flareon Premium Collectie. Ja, en dan kan Vaporeon natuurlijk ook niet ontbreken. En dan hebben we nog een Zacian V-Union Box. De komende tijd gaan we in allerlei video's twee van deze dingen uitpakken. Dus wil je dat zien, knalduimpje, maar vergeet sowieso niet te abonneren en belletje aan te zetten. Want dan mis je niks. En vandaag wil ik beginnen met deze Jolteon box, waarin echt super vette promo kaarten zitten. En deze Celebrations box, want we hopen nog steeds op extra Charizards. Check deze kaarten, deze zijn echt niet normaal. Wat een vette, vette Jolteon V kaart. Oh, dit vind ik zo tof. En dan deze, de Jolteon V Max. Kijk hem springen in de lucht. En kijk al die thunder. Dit zijn, denk ik, de tofste Eeveelution kaarten die ik tot nu toe ooit heb gezien. Die sleeven we natuurlijk gelijk even. Kijk dan, prachtig. En de V-Max kaart zit er dan ook in als oversized kaart. Er zit ook nog een vette Jolteon pin bij. En dan zitten er 5 pakjes in, namelijk 2 van Fusion Strike, eentje van Vivid Voltage, een Evolving Skies en een Rebel Clash pakje. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog deze Zacian Celebration Box. En daar zit deze Zacian Level X promo kaart in. Ook wel heel erg vet. Zulke kaarten zie je niet heel vaak. Ik vind het wel tof als ze een keer een bijzondere kaart erbij doet die je niet zo vaak ziet. Met natuurlijk het Celebrations logo erop, omdat we uit de Celebrations zitten. En ook daar zit weer een pin bij, namelijk de pin van Flying Pikachu. 4 Celebrations pakjes, een Chilling Rain pakje en een Vivid Voltage is wat er in die doos zit. En we zijn nog geen eens begonnen met uitpakken, maar ik vind het nu al een super vette video. En ik begin met Celebrations, want ik ben gewoon te nieuwsgierig. Ik kan niet wachten. Ik hoop natuurlijk op 1 kaartje die ik nog niet heb. We beginnen met Palkia. Altijd de eerste 2 kaarten zijn niet bijzonder, want die heb je al. Groudon hebben we ook al. Xerneas hebben we ook al. En vet Pikachu. Ik ga jullie even een code kaartje gunnen. Wie weet brengt dat geluk. We beginnen weer met Palkia. Nu hebben we Cosmoem. Als derde hebben we Lugia. En als vierde Flying Pikachu V-Max. Die ik ook al veel te vaak heb, maar hij blijft leuk. Oké, dit wordt een Pikachu doosje of zo, denk ik. Charizard. Charizard. Let's go. Het zou lekker zijn. Lugia. Groudon. Mewtwo. EX. Deze heb ik nog niet. Yeah! We hebben nu een eentje voorbij de collectie. Ik ben hier heel blij mee. Lekker man. 4 pakjes en in ieder geval 1 kaartje die ik nog niet heb. En de laatste. Oh! Gewoon een dubbele pool, joh. Surfing Pikachu V. Lekker, man. Maar deze Mewtwo is heel nice. Volgens mij had ik deze vroeger ook. Toen die geen Celebration set was, toen had ik deze kaart ook. Ja, heel nice. Mewtwo EX. Dit is een mooi begin. En dan hebben we nog 1 Celebrations pakje. Het codekaartje mogen jullie weer hebben. En dan hebben we nu Groudon, Kyogre, Xerneas en Professor Research. Nou, best mooie pools. En tenminste 1 die ik nog niet heb. Bam! Rebel Clash. We beginnen met een Grass Energy. Capacious Bucket, Horror Energy, oké, eng. Palpitoad, een Litwicky, Shinx die aan het brullen is, Roly Coly, ik heb nog heel weinig van dit soort kaarten, ik heb nog bijna geen Rebel Clash, Applin, ik herken ze namelijk allemaal nog niet, Hatena, Indeedee Reverse, en als laatst Barracuda, dan Evolving Skies. En daarbij hoop ik altijd op mooie kaartjes, want dit is een van mijn favoriete sets. We hebben hier de Spirit Mask, Gorny Trainerkaart, een Breviary, Cutiefly, Pikachu, Applin, een Lillipup, Emolga, een Rescue Carrier. En als laatste hebben we Flapple. Helaas. Dan nu Chilling Rain. Jullie krijgen van mij deze codekaart. En dan hopen we hier op een mooi pakje, jongens. We hebben de Expedition Uniform. Een Old Cemetery. Super creepy. Reboot die aan het voetballen is met een sneeuwbal. Heel lekker, man. Lekker. Ik denk wel dat het snel smelt bij een Reboot. We hebben Ralts in een bloemenveldje. Venipede. Bounsweet. Lapras. Leuke kaart met Melanie erachter. Blitzel. Een Gallade. En als laatste, ja, hier hebben we wat. Oeh, 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 hier hebben we iets heel moois volgens mij. Galarix V! Alternative Art! Yo, deze is super cool! Wat een coole art, jongens. Kijk hem hier chillen met een Deerling en Teddy Ursa's op de achtergrond. En nog een Litleo. Holy crap, dit is zo vet! Oh, ik ben hier echt super blij mee. Deze vind ik heel mooi. Deze kaart is ongeveer rond de 20, 25 euro waard. Dus het is gelijk echt een hele mooie pool. Lekker!
Dan nu Vivid Voltage. 2 pakjes. Grass Energy. Een Loudred. Dat lijkt wel uit een videogame te komen. No shit, Sherlock. Pokémon is een videogame. Maar goed. Ik bedoel meer Sackboy of zo. Daar lijkt het wel op. Anyway, laten we lekker doorgaan. Memory Capsule. Een Go-Boat. Een Fanfi met een Teddy Ursa knuffel. Een Shuppet. Puchiana met Gravity erachter. Voltorb die boos kijkt. Rockruff die heel, ja, een beetje bescheiden kijkt of zo. De volgende kaart is een McCargo Reverse. En als Cape of Toughness. Gewoon een goldkaart erachteraan. Dit is toch de cape van Leon, of niet? Oh my gosh, wat gaan we lekker. Hij is niet super veel waard. Blijkbaar gebruikt niemand deze om mee te spelen. Hij is ongeveer 5 euro waard. Maar weet je, het is een goldkaart, dus dat is gewoon vet. I like it. Wat levert jullie weer een codekaartje op? Nou, ik zeg laten we zo doorgaan, want het gaat heerlijk. Charmeleon. Pinchurchin. Een Telescopic Sight. Weedle. Joltik. Mudbray, die inderdaad lekker in de modder ligt. Pinkypack op de boom. Seedot. Reverse. Oeh, Reverse Terrakion. Ook wel sick hoor. Gewoon even Legendary Reverse. Heel cool. Vette kaart. En als laatst, Elcremie. Weet nooit zo goed wat ik van deze Pokémon moet vinden. Ik krijg er gewoon veel honger van. Oké, guys, en dan hebben we nog 2 Fusion Strike pakjes. Waarin we beginnen met de Psychic Energy. De Cross Switcher. Garbodor. Ik vind Garbodor steeds leuker worden eigenlijk. Pyukumuku. Jeetje, wat een vage art. Wat een rare kaart is dit. Vulpix. Melton Single Strike. Toxel, deze vind ik wel echt cool. Wat is dit eigenlijk? Is dit ook een knuffel of zo van een pokebal? Ik denk het. Anyway, de volgende is Staryu Rapid Strike. Mawile. Bugcatcher. En als laatste hebben we Electrode, die volgens mij lekker aan hetzelfde struct is. Ja, Explosion. Zie je wel? Het gaat niet helemaal goed met deze Electrode. Die is zichzelf aan het opblazen. Het laatste pakje van deze video met een Gengar voorop. Laten we hopen dat we deze krijgen. Dat zou heel vet zijn. Meestal is mijn laatste pakje ook gewoon heel goed, hè? Dus knal vast even dat duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. We hebben hier een Primeape. Simipour. Bugcatcher. Shellder. Die zijn aan het strijden, jongen, deze Shellders. Nice, vind ik een leuke kaart. Voltorpie. Een Pansage. Cuffend. Dan hebben we hier Gligar. De reverse is Rookidee. En de laatste kaart van deze video is een... Oh, Excelgor. Maar dat maakt niet uit, want ik vond dit best een goede video. We hadden natuurlijk een aantal toffe promokaarten, waaronder deze Zacian Level X. Ja, deze... Oh, die Jolteon kaarten zijn zo cool. Alleen daarvoor vind ik het al geslaagd, man. Deze Jolteon V-Max kaart, te ziek. Deze Jolteon V-kaart, minimaal net zo ziek. I love it. Dan hadden we onze pools. Een Cape of Toughness. Een Galarax V Ice Rider. Dit was denk ik wel het hoogtepuntje van deze video. Maar ik ben ook echt super blij met mijn Mewtwo EX kaart uit de Celebration set, die ik nu gelijk in een sleeve ga doen. Dank voor het kijken, duim omhoog, abonneer en dan zie ik je lekker bij de volgende video. Mazzel!